Hallo, welkom bij Rietse, uw websitebouwer. Op 30 minuten kan je een volledige website bouwen. We gaan u ook heel snel laten zien met deze video hoe snel je kan werken. Je hebt hier een titel, je hebt hier een kleine ondertekst en je hebt een button. Gewoon op klikken en verslepen. Aan de blauwe streep zie je waar je de button gaat zetten. Je kan die onder de extra heading zetten. Je kan die onder je grote titel zetten. Je kan die onder de kleine tekst zetten. Dubbelklik op de tekst. En dan kan je de tekst wijzigen. Bijvoorbeeld, welkom. En dan een L te veel. Welkom bij Rietse websites. Deze button kan je gaan bewerken. Klik hier om in te loggen, bijvoorbeeld. En dan ga je hier een link kunnen plaatsen. Dan zie je hier de pagina's. Dan welke pagina hij moet verwijzen en in hetzelfde tablet. Je kunt ook externe links gaan instellen. Instellingen opslaan. Je kunt naar een pop-up gaan die je gemaakt hebt, een e-mail en zo verder en zo verder. Ga je naar beneden, zie je dat hier de kolom, drie kolommen staan. Die kun je ook weer gaan bewerken. Je kan die banner groter maken, zoals je ziet. Maar je kunt die ook gaan kleiner maken. Dus het is gewoon slepen en bewerken. Hier kan je ook weer titels gaan verplaatsen. Je ziet aan de blauwe lijn waar je de titels gaat plaatsen. Stel je voor dat je de foto helemaal onderaan wilt van je blok, dan heb je dat gewoon maar te versleuren. De blauwe lijn gaat aangeven waar je titel of je tekst gaat komen. Je kan je blokken gaan versmallen, je kan ze gaan verbreden. Je kan ze hier naar beneden brengen. En je kan ook altijd hier naar het voorbeeld van uw website kijken. Hier heb je de instellingen. Kan je ook bijvoorbeeld de taal instellen. Het staat nu op Nederlands, algemeen. Je kunt dus een website titel maken. Je kunt een favicon en een afbeelding voor het sociaal delen invoegen. Je kan een domeinnaam gaan koppelen. Hier ga je naar de pagina's die er zijn, bijvoorbeeld een afspraak over mij, services, home, contact en dergelijke. Een blog kan je erin steken en je kan ook een nieuwe pagina toevoegen. Een pagina, een portefeuille pop-up of een pagina groep. Hier heb je de plusteken, dat zijn de widgets die je kan invoegen. Je kan een titel invoegen. Stel nu dat we hier... We zien hier een blok. Die blok kan je ook de achtergrond gaan bewerken. Bijvoorbeeld blauw. Zie je, dan komt de achtergrond blauw. We willen gewoon een andere kleur. Of wit bijvoorbeeld. Dan kies je volledig wit. Die blok kan je ook weer gaan groter maken. Dus de afstand van je drie blokken hier kan je groter maken. Maar je kan die ook kleiner maken. Je kan een blok toevoegen, stel je voor, we gaan een blok toevoegen en dan kan je een hero blok invoegen, image en tekst, call to action, video, galleries, het zijn allemaal voorontwerpen, maar je kan natuurlijk ook met een leeg blok werken. Stel je voor, we gaan deze blok kiezen, die komt hierin en dat groen, dat gaan we dan wijzigen naar de kleur van uw eigen website. Stel u voor dat dat blauw is, dan gaan we dat blauw zetten. Dan gaan we dit ook blauw zetten. En hier zie je dan de laatste kleur die je gebruikt hebt. Zodat je... Dan heb je ook een divider, een gebogen lijn die je kan instellen. Dat is dan Add Shape Divider. Een curve 2 invoegen. Je kan een curve 3 invoegen. Je hebt daar verschillende mogelijkheden. Je kan uw website gaan bekijken. Je hebt hier ook verwijderen en opslaan. We gaan dit eventjes opslaan. Dan kan je de website bekijken. Gaat er een scherm open. En dan geef je aan van hoe weergave in een nieuwe tablet bijvoorbeeld. Zo kan je dus volledig uw website ontwerpen. Wil je hier die meer ruimte geven? Wil je die kadertjes kleiner? Dat kan.
allemaal perfect. Zie. En je kan de afstand ook bepalen tussen de blokken. Dus zonder echt te moeten gaan ontwerpen, het is gewoon slepen naar uw gewenste positie. Wil je dit bijvoorbeeld wijzigen naar boekhouder en de tekst? Gewoon dubbelklikken en je kan tekst wijzigen, je kan woord wijzigen. Je kan de tekst vet maken bijvoorbeeld. Staat er altijd juist boven. Je kan hem schuin maken. Je kan een andere kleur toepassen. Zie, dan krijg je groen. Je kan ook die blok wegdoen of kopiëren. Stel je voor dat je kopieert, dan ga je dat hier terugvinden. Dat is een tekst dat we gekopieerd hebben. Die gaan we hier plaatsen. Zie je, waar dat de blauwe lijn is, daar kun je die tekst dan plaatsen. Voilà, de tekst is geplaatst. Nee, staat niet mooi in het midden, geen probleem. Dan gaan we dat verplaatsen. En dat doe je zo. Nu zie je dat we die verplaatst hebben. En dan kun je de tekst ook gaan bewerken. Je kan hem bijvoorbeeld uitlijnen. Dat hij mooi in het midden staat. Je kan hem ook verkleinen als het moet. Zie. Dan hebben wij dus dezelfde tekst hier gekopieerd. De button bewerken. Gewoon boek nu gratis bijvoorbeeld. En hij is aangepast. Ga je terug naar een preview van de website kijken. Dan ga je dan ook aanpassingen terugvinden. Alleen moet je nog wel opslaan dat we nu vergeten zijn. Als je dan gaat kijken, ga je zien van het staat aangegeven. Zo kun je dus volledige mooie knappe websites maken op weinig tijd. Het enige wat jij zelf nodig hebt is teksten invullen en foto's. Op onze website van riepse.website ga je ook bepaalde adressen vinden waar je gratis foto's kan downloaden. Maar je kan ook, eigen werk, eigen foto's uploaden. Je kan GIFs importeren, je kan YouTube-video's instellen. Alles is mogelijk met dit systeem. Zie, je kan dus je blok tegen de tekst nemen, je kan die verder uit elkaar zetten. Dit kunnen we ook laten zakken. Dus je maakt een prachtige website door gewoon klikken en slepen. Wil je deze afbeelding groter? Geen probleem. Wil je die kleiner? Geen probleem. Deze verplaatsen is dat ook geen probleem, dat is een lege zone. Dus dan moeten we hier in de kolom zijn, zie je. En dan kun je alles bewerken wat je wil. Zeg je van ja, maar die titel wil ik hier hebben. Je ziet aan die groene pijl nu. Nu gaat hem horizontaal staan, nu gaat hij verticaal staan. Horizontaal en de titel is verplaatst. Ook kun je een winkelinstelling doen, je kan een blog instellen, maar daar vind je meer informatie over bij de volgende video's. Als je meer informatie wil, je kan ons altijd mailen via riepse.be of .nl en dan info erbij zetten, info@riepse.be of .nl. Daar geven we alle uitleg, je kan ons ook chatten met ons via onze website. En je kan alles ontdekken in de videofilms die op onze website terug te vinden zijn. Ik wens u veel plezier en geniet van uw 14-daagse proefperiode. Dag!